We gingen er enorm veel weg bij Os. Er kwamen ook enorm veel nieuwe spelers voor in de plaats. Bijvoorbeeld Tom Boeren vertrok. 33 goals, vorig seizoen topscorer. Speelt inmiddels bij Twente. En dan vraag je je af hoe het gaat met Os aan het begin van deze competitie. Nou, ik kan kort zijn. Het gaat uitstekend met Os. 7 uit 3, dat is gewoon een prima start. Dit is Dordrecht. Dat is ook boven verwachting gestart en krijgt hier de eerste mogelijkheid via Alkan. Het is de 6e minuut en hij stuit op doelman Maus van FC Os. Dan de thuisploeg. We zitten inmiddels in de 12e minuut. Een kopbal van Camacci. Die verdwijnt maar net naast het doel bij Wolters. En die staat onder de lat bij FC Dordrecht. En langzaam maar zeker begint de thuisploeg beter te voetballen en het wordt sterker. Aanval over een aantal schijven. De assist op Van der Venne. En dan de doelman Wolters plus de paal die voorkomen een achterstand voor Dordrecht. Goeie assist overigens van Baks. Keurig teruggelegd uit de tweede lijn Van der Venne. Vrijwel uit stand schiet hij de bal in, maar Wolters voorkomt een treffer. En de tegenstoten van Dort worden inmiddels wat spaarzamer. Hier ontsnapt Mutsers aan de defensie van FC Os. Hij komt niet helemaal lekker uit. Uiteindelijk blijkt de hoek zo moeilijk dat hij de bal niet eens op het doel krijgt van Maus. Het gebeurt allemaal in de beginfase. We zitten inmiddels in de 19e minuut. Dort valt aan, doet dat via de rechterkant, onder meer via Mutsers. Wordt die bal teruggelegd. Dit is Mamoudov en er staat 1-0 voor Dordrecht. Hij heeft al wat clubs versleten in zijn betaald voetbalcarrière, Mamoudov. En vanavond in het shirt van Dort zorgt hij in de 20e minuut voor 0-1. Mooi overstapje van Kwekel. En een duw uitgedeeld op Van der Venne. Dieperink. Wat gaat hij doen? Die geeft rood. En dat betekent dat Hamer eraf moet. Tot ongenoegen van de Nooier. De duw van de verdediger wordt beoordeeld als het voorkomen van een scoringskans. Die komt er misschien alsnog. Dit is Camacci. En terwijl de doelman van Dort de ene kant op wandelt, schiet Camacci de bal in de verre hoek. En staat het inmiddels 1-1. Merkwaardige actie van de doelman. Kijk naar Wolters. Geen idee waar die op rekent. Het is de hoek van de muur. Hij gaat er voor alle zekerheid naartoe, maar staat natuurlijk helemaal op het verkeerde been als Camacci de andere hoek kiest. Opnieuw de thuisploeg. Van afstand. Deze bal verdwijnt maar net naast. Komt van de voet van Kaak. Lyon Kaak. Vanaf nu dus. Dort met een man minder. De ruststand 1-1. Inmiddels zijn we een klein kwartiertje onderweg in de tweede helft. Dit is Van der Venne. Die is links en die doet het met links. En die maakt een schoonheid van een goal. En deze wijze van juichen, die bevalt me eerlijk gezegd ook wel. Gewoon blijven staan en het applaus van het publiek in ontvangst nemen. 2-1. En vanaf nu wordt het voor Dort een stuk lastiger. Mutsers aan de rechterkant, minder dan 20 minuten voor tijd. Probeert die bal terug te leggen. Waar is het kansje? Is er wel een kansje? Mamoudov, maar de bal vliegt over. En het enige dat voor FC Os nog ontbreekt, dat is die derde waarmee de wedstrijd op slot zit. Is dit hem? Dit is hem. Die bal die wordt er prachtig langs geschept door Camacci, die zijn tweede van de avond maakt. Hij passeert Wolters en brengt FC Os een kleine 12 minuten voor tijd in veilige haven. En daar kan ook de meegelopen verdediger Stankov niets aan veranderen. Dan minder dan 10 minuten van het eind. Het debuut van Leslie de Sa in de kleuren van FC Os. Dit is hem. Het is lastig om in de slotfase nog je stempel te drukken. Goed schot, mooi naar binnen gekomen. Maar een goede redding van Wolters voorkomt een vierde Osse goal. En de fans kunnen nu al hun geluk niet op. Want winst in de eerste twee partijen. Een gelijkspel in de derde. En nu een overwinning in wedstrijd nummer 4. Dat is een meer dan voortreffelijke start. Vorig seizoen overigens werd het 4-2 voor FC Os. Nu staat 3-1 op het scorebord. Komt er nog één bij? Het zou maar zo kunnen. Nee, Camacci komt niet aan inschieten toe. Dat wordt maar ternauwernood voorkomen door een Dordtse verdediger. Het zit erop. Wedstrijd nummer 4 van dit seizoen. Overwinning nummer 3 voor FC Os.